De schaarste aan medicamenten is niet zo eenvoudig op te lossen, zegt Ryan de Gama, directeur van het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS. De Gama geeft toe dat er op de intensive care afdeling van enkele ziekenhuizen een schaarste is aan bepaalde medicatie. Maar het is niet zo dat ziekenhuizen niet kunnen werken. Hij legt uit hoe het komt dat Suriname met schaarste zit. Schaarste zal nooit echt opgeheven zijn, want het blijft een uitdaging, zowel aan de financiële zijde als aan de COVID-zijde. En waarom zeg ik de COVID-zijde? Het speelt ook een hele belangrijke rol, omdat dus de pandemie niet alleen in Suriname hier is, maar over de hele wereld. Waardoor het ook een hele challenge of een hele grote uitdaging wordt om tegenwoordig aan medicijnen te komen. Want de hele wereld zit op zijn kop door de pandemie. Fabrikanten sluiten, fabrikanten produceren niet volledig, dan zijn er geen grondstoffen. Dus het is een uitdaging ook door de pandemie om aan bepaalde medicatie te komen. En natuurlijk hebben wij dan ook als Suriname onze eigen financiële problemen. Dus deze twee redenen zorgen ervoor dat de schaarste nooit helemaal voorbij zal zijn. Maar ik kan via dit medium van u de samenleving wel garanderen dat zowel aan de zijde van de regering als de zijde van het BGVS, van waar wij dus hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor de medicamentenvoorziening van Suriname, dat wij alles eraan doen, samen met het ministerie van Volksgezondheid, om wel ervoor te zorgen dat de belangrijke medicamenten er zoveel als mogelijk wel zijn. De Gama benadrukt echter dat 40% van de medicijnen moeilijk te vinden is. De regering en het BGVS werken er hard aan om dit tekort weg te werken. Van sommige medicatie inderdaad zijn er alternatieven, dus voor bepaalde therapieën kun je de alternatieven toepassen. En sommige medicatie inderdaad is er geen enkel alternatief, dan moet gewoon de patiënt zo een medicatie hebben. Dus dat desbetreffende medicatie hebben. Ja, dus en dat is soms wel lastig natuurlijk, ja, want dan moet je daar echt een oplossing, een heel snelle oplossing gaan zoeken voor zo'n patiënt. Godzijdank moet ik zeggen dat de minister van Volksgezondheid samen met alle stakeholders daar bij het ministerie, en dan moet ik denken aan de directeur van Volksgezondheid, de onderdirecteur van Volksgezondheid, dat ze dus allemaal keihard hun best doen en dat we elke dag, de hele dag, in overleg met elkaar zijn om hoe je draait of keert te komen aan deze medicatie voor de patiënten, dat het niet zo ver moet komen dat een patiënt zou moeten gaan sterven door gebrek aan medicatie. Dus wat op dit moment nu lukt het aardig, met heel veel hakken en natuurlijk heel veel stoten, maar het lukt tot nu toe nog heel hard en heel goed om de medicatie, het koste wat het kost, zeg maar op de tafel te krijgen, of op de toonbank te krijgen. Tot zover Ryan de Gama, directeur van het BGVS. De overheid heeft een tekort geconstateerd bij het BGVS van 3,5 miljoen US dollar, ongeveer 54 miljoen SAD. Deze achterstand wordt nu ingelopen. Het streven is om het BGVS zo snel mogelijk weer in staat te stellen zelf medicijnen in te kopen.